In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Vee. Zij is een she-male sekswerker. Ochtendseks of avondseks? Avondseks. Duo of trio? Trio met twee mannen. Vastbinden of vastgebonden worden? Vastgebonden worden. Borsten of penis? Penis. Geven of ontvangen? Ontvangen. Wat is een she-male? Een she-male is de benaming voor transgender. Transgender zijn mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn. Maar de porno-naam voor transgender is she-male. Ja, is dat dus echt een porno-benaming alleen ja, maar? Ja, het is alleen de porno-benaming. Het heeft met sekswerk echt te maken? Ja. Dus jij zegt eigenlijk she-male is gewoon de commerciële benaming? Ja, eigenlijk wel. Hetzelfde als daddy of dat soort dingen. Maar hoe voelt dat woord dan voor jou? In het begin vond ik het wel een beetje lastig eigenlijk. Nu wat minder, maar meer omdat ik nu ook weet dat mensen erop kicken en mensen daarvoor komen. Voor mij is het ook geen concurrentie met die meisjes, omdat ik mijn eigen markt heb. Maar jij zegt ook wel dus van eigenlijk met dat woord she-male, wat je zakelijk gebruikt, doe je ook als transvrouw dus wel een stapje terug. Hoe is dat? Ja, voor mij is het wel wat lastiger, maar ik wil inderdaad een stap terugzetten in mijn transitie. Want ik voel me gewoon een meisje, ik ben een meisje. En de operatie die stel ik nu eigenlijk uit. Omdat het eigenlijk ook mijn winstmarkt is om een penis te hebben. Op het werk en daar komen mensen ook voor. Een vrouw met een piemel. In het begin was het wel lastig en nu ga ik er wel goed mee om. Want nu weet ik gewoon dat het mijn markt is. En mensen komen niet voor een relatie of iets. Dus mensen komen alleen voor de porno. Dus ja, zo werkt dat. Wat houdt je werk in? Mijn werk houdt niet heel veel anders in dan andere sekswerkers, denk ik. Iemand betaalt voor seks en dat geef je, overleg je, wensen vervul je. Het enige verschil is dat ik vergeleken met andere meisjes in mijn branche eigenlijk gewoon nog een piemel heb. Hoeveel klanten heb je dan ongeveer gemiddeld? Ja, het is gewoon echt heel wisselend. De ene dag, ene keer verdien je op een maandag verdien je meer dan in een weekend, bij wijze van. En de andere keer tel je eigenlijk voor het weekend, daar kom je voor en dan denk je van oké, dan ga ik heel veel pakken. Wat eigenlijk ook wel gebeurt. Maar ik denk dat ik gemiddeld wel 2 tot 8 mannen per dag doe. Is het eigenlijk met iedere klant ben je even lang? Of verschilt denk ik ook weer? Nee, het verschilt. Zeg maar, je hebt gewoon clubreizen. Ze kunnen beneden wat drinken. En het is een eigen keuze of ze met een dame naar boven gaan. En in mijn geval dan she-male escort. En ja, het is eigenlijk gewoon, je hebt 20 minuten, je hebt een half uur, 3 kwartier, je hebt een uur. En dat kan je altijd blijven verlengen, maar het gaat vanaf 20 minuten in. Dus het is heel wisselend. Je kan soms 3 klanten hebben. En met 1 klant kan je meer verdienen dan 3. Of met 3 klanten verdien je meer dan 1. Dus het is een beetje precies hoe het loopt en gaat en wat je pakt en wat je extra van iemand nog pakt. Ja. En merk je niet dat mensen langer bij jou zijn omdat je gewoon specialer bent? Ik merk wel dat bij de andere meisjes zijn mannen wat langer intiem. Dat kennen ze, dat willen ze. En bij mij is het wel van, ik moet het proberen. Ik heb het nu gedaan. Jij bent heel spannend. Ja, heel spannend. Komen ze heel snel? Ja, ook. Toch? Ja, je stelt soms uit mensen die echt op transgender geilen. Transgender dus in porno she-male. Daar heb je wel langer de tijd mee. Maar je ziet wel, dat ze komen echt voor de seks. Mm-hmm. Ze komen niet voor een hele ervaring. Ik heb wel mannen die verliefd op me worden, die meerdere keren terugkomen, die komen chillen. Maar met eerste instantie is het niet dat ze jou eigenlijk gelijk voor 5 of 6 uur willen. Want eigenlijk als ze klaargekomen zijn, is die spanning al zo erg ervan af. Ja. Maar het is heel wisselend. Ik doe het nog redelijk nieuw. En ik merk wel, aan de ene kant, de ene wil het wel, de andere wil het niet. Maar vergeleken met de andere meisjes waarmee ik werk, zie ik wel dat ik meer porno ben. En bij de andere, dat het wel meer is van, het is ook porno, maar we zoeken ook gelijktijd nog iets van vervanging. Een liefdesstukje wat ontbreekt. Wie zijn je klanten? Mijn markt is heel wisselend. Ik heb mannen die geilen op transgenders. Dus die vinden gewoon een chick met een dik, vinden ze gewoon leuk. Dat is hun fantasie, vinden ze geil. Je hebt de klanten die jou, dus mij eerst zien, mij aantrekkelijk vinden als vrouw. Er dan achter komen dat ik transgender ben. Er wel open voor staan. En de trio's. Je hebt gewoon stelletjes, she heeft de dik en he heeft de chick.
En dan, dat is ook wel best wel apart eigenlijk. Om ik zelf, ja, ik ben wel een beetje biseksueel op seksueel gebied ingesteld. Maar ik heb eigenlijk wel pas sinds dit werk toen mijn eerste biseksuele ervaring gehad, om het daarop te houden. En ja, maar dat willen ook heel veel mensen. Dus gewoon met een trio, het valt prima te combineren. Ja, want jij bent dan alles in één. Maar is het ook niet, als je als heteroman wil experimenteren met een piemel, ben jij misschien ook veiliger omdat je een vrouw bent en je hebt een piemel? In plaats van dat je echt... Ja. En leuker, want je hebt ook op een gegeven moment... Ik heb ook wel eens een klant gehad inderdaad, die zei van... Nou, hou je broekje dan maar aan, want ik zie je gewoon echt als een meisje. En daar gel ik gewoon heel erg op. En ik vind dat misschien toch te spannend, maar ik wil het wel gewoon op die manier nog afmaken. Ja, je klanten zijn voornamelijk mannelijk? Vrouwen zie je wel, maar dan met trio's op escort, of die komen wel eens mee. Maar eigenlijk is 95% gewoon man wat er komt. En wat is dan een beetje het voornaamste sekswerk wat je dan bij een man moet doen? Ja, dat is net een beetje over de klanten zei, qua verschillen. De transgender geiler die wil gewoon heel vaak in zijn kont geneukt worden. Door een vrouw met een piemel. En heel veel klanten willen mij gewoon neuken. Heel veel meisjes die het werk doen, die doen geen anale seks. Maar bij transgender meisjes die het werk doen, blijft er heel weinig over om nog te kunnen doen. Dus heel veel jongens die op anale seks scheiden, die weten dat ze bij een normale prostituee dat niet kunnen krijgen, maar bij een transgender prostituee dat wel gaan krijgen. Ja, vind je het soms ook jammer dat mensen bij jou komen voor je pik? Nee. Bewust niet, omdat ik weet dat het voor geld is. En weet je, ik heb geen relatie met de klanten. Hun komen voor de seks. Ik kom voor het geld. Ja. En dat is eigenlijk de perfecte combinatie, dat gewoon blijft lopen. Dus ja, wat hun willen, moeten ze zelf willen. Ik wil hun geld. En natuurlijk vind ik het werk ook gewoon leuk. Mm-hmm. Maar ik ga het niet als vrijwilligerswerk doen. Dus, nee. Ja. Je kan het een dagje proberen. Nee, ook niet. Dus dat ze mij piemel willen, dat is eigenlijk, moet ze zelf weten. Wat zijn de gekste verzoeken die je hebt gehad? Ik vond in het begin heel gek om nog te horen van trio's of ik een klant wou neuken, wat ik wel leuk vind. Maar dat ik altijd denk van, wow. Maar ja, ik denk niet per se omdat ik transgender ben, dat ik hele andere verzoekjes krijg. Maar ja, het gekste verzoek is nog wel, ik heb gehad of ik... Ja, een beetje wou poepen en op iemands neus wou gaan zitten. Gewoon, dat kan alleen maar... Maar dat is denk ik... En dat heb je gedaan. Even zo een klein beetje gepoept en zo piep. Ik wou het eigenlijk niet over hebben, maar ja. Je hebt het wel gedaan. Ja. Maar je moet er ook wel om lachen nu. Ja, want ja, ik pakte er wel wat meer geld mee, zeg maar. Maar en dat had dus ook... Ja, het is wel een bijzonder verzoekje, maar het had niks met... Niet per se met mijn transitie te maken. Nee. Het is niet omdat je transgender bent dat iemand die wens heeft. Die wens heeft iemand van zichzelf gewoon al. Ja, of denk je dat mensen bij jou meer durven te vragen omdat jij een open-minded persoon bent meer? Ik denk wel dat mensen verder durven te gaan. Omdat ik zelf al, in hun ogen ben ik al een stapje extremer en anders dan de rest. Dus dan durven ze dat soort verzoeken wel meer te vragen. Plus dat je als transgender escort eigenlijk 9 van de 10 keer anaal werkt. Omdat je geen vagina hebt. Dus alles wat dan richting kont en dat soort dingen gaat, dat durf ze eerder te vragen. Maar ik weet ook al van collega's dat iedereen dat soort vragen krijgt. En zijn er dan ooit nog wel eens andere verzoekjes geweest? Nee, niet echt andere verzoekjes. Maar wat je wel heel vaak krijgt van mannen die niet trans zijn of dat soort dingen. Maar die vinden het geil om vrouwenkleding aan te hebben of zo. Dus ik krijg ook wel vaker, ik denk toch wel... 1 op de 5 klanten die ook wel gewoon dan mijn string even aan wil doen. Mm. Of mijn BH aan wil doen. En daarin ook seks wil hebben. Dus ja, dat krijg je ook wel veel. Die geilen daar gewoon op. Ja. Wat vind je zelf echt de mindere kant van het werken? De mindere kant van het werk is dat ik er toch nog wel een stempel op hangt. Gewoon over algemeen sekswerk. Ik heb het gewoon goed voor elkaar. Maar het is wel niet alledaags beroep natuurlijk. En wat merk je dat dan? Ik ga nu heel erg verder met mijn leven, dat ik gewoon lekker veel verdien, mijn dingen kan doen. Gewoon een beetje het luxe leventje kan leiden, wat ik heel graag wil. Maar tegelijkertijd ook besef dat ik toch wel het minder is dat ik mijn transitie stopzet.
iets wat ik heel graag wel wil afmaken. En dat kan ik op dit moment eigenlijk niet doen, omdat mijn markt letterlijk... Dit is mijn markt. Dat hou ik gewoon letterlijk. Als ik het afhaal, dan is mijn markt eigenlijk ook wel weg. Ja, dus wat weegt dan meer? Uiteindelijk, als het me in de weg gaat zitten, dan doe ik de operatie gewoon. De piemel zit altijd in de weg. Klopt. Nu helemaal inderdaad, maar heet op de stoel. Dat strakke kleine broekje van je? Ja, dat is wel fijn af en toe, ja, nee. In het algemeen, ja. Ja, nee, ik wil zelf heel graag gaan tatoeëren en daar ben ik ook met opleidingen mee bezig, tekenopleidingen. Op dit moment ben ik gewoon gelukkig met wat ik doe. En ja, ben ik er eigenlijk ook stiekem ook best wel gewoon trots op. En zolang ik dat gevoel heb en kan volhouden, blijf ik dit gewoon doen en anders niet. Want ik kan verder gaan, ik kan mijn laatste operatie nemen. Maar ik ben nu gewoon comfortabel in wat ik doe. En daarin haal ik gewoon mijn geluk heel erg uit op dit moment. En zolang dat het geluk overtreft, blijf ik gewoon doen wat ik doe. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek met Vee? Check dan onze podcast via de link in de beschrijving. Dat was hem. Ik ben die vraag vergeten. Wat was het nou? Gods Jezus. Oh ja, ik weet het wel weer. Hou jij eigenlijk van jong of oude kaas? Ik hou van oud. Ik ook. Dillef.